Ik dacht van ja, ik neem op. En toen had ik zoiets van: ik heb de hele zweefmolen gemaakt. Ik heb de omgeving gebouwd. Wow. Welkom dames en heren bij alweer een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Aflevering 130 in Forest Lake, mijn nieuwe pretpark. park. Vandaag gaan we versneld weer vooruit spoelen. Dus jullie gaan weer uh, een hoop zien. Althans, dat hoop ik. En uh, we gaan sowieso ruimte maken voor een nieuwe flat ride. En wat mijn. Het doel is in dit park is dat ik niet alle flat rides heel dicht bij elkaar zet. Bijvoorbeeld hier aan de rechterkant zie je bijvoorbeeld een open plekje. Daar zou ik in principe een draaimolen kunnen neerzetten. Heel cliché. Maar wat we ook kunnen doen is gewoon bossen, teaming. Dat de mensen echt moeten lopen van attractie naar attractie. En niet dat we alles bij elkaar zetten. Dus stel je voor, daar is het reuzenrad in de vette. Dat we gewoon een afstand nemen. Dat we hier bijvoorbeeld een nieuwe attractie plaatsen. En ik ga gewoon met jullie even kijken uh, wat voor uh, flat ride ik daar kan plaatsen. Natuurlijk komt er ook zo'n track ride, uiteraard. En dan bedoel ik dus uh, ja, uh, zo'n power track ride, zeg maar met autootjes. Uh, Rapids komen natuurlijk nog, maar dat komt later wel. Maar uh, ik wil me nu even focussen nog op een uh, flat ride. Ja, aangezien we ook al een dark ride hebben geplaatst, is het misschien wel leuker als we ook nu gewoon ons focussen op uh, flat rides. Ik dacht eerder gewoon aan een uh, cliché, misschien. Maar een zweefmode is natuurlijk fantastisch. We hebben heel veel soorten attracties. Je hebt natuurlijk ook zoiets als dit: dat is een soort Calypso-idee. Uh, botsauto's. Nou vind ik deze wel heel tof, hè, zo'n zweefmolen. Die kan je ook heel mooi aankleden aan de omgeving met de bossen. En misschien kunnen we daar omheen wel een soort van met water spelen of zo. Nou, weet je wat? Uh, ik ga hem gewoon plaatsen. Weet je, misschien kan ik hem hoger plaatsen. We zouden namelijk een beetje gevarieerd gaan bouwen. En nou vind ik het veel toffer als het een beetje op een heuvellandschap ligt. Aangezien we uh, de collision aan hebben gezet, kan ik als het goed is met de terreintool dingen omhoog gooien. Dus stel je voor, even proberen. Hij doet het dus niet. Kijk, hier wel, maar daar doet hij dus niet. Ik ga even kijken in de opties, want misschien heeft hij wel dingen... Oh, ik wil het spel niet afsluiten. Uh, misschien heeft hij wel dingen aangepast uh, bij de game. Nee, het staat allemaal uit. Hmm... De wil Terrein Collision. Als ik het nou uitdoe, kan ik hem dan wel erdoorheen? Ook niet. Dat is apart. Ik geloof, ik geloof dat er iets fout gaat. Want voor mij kon je gewoon met de terrein. Oh, wacht even. Je moet natuurlijk Apply. Anders doet hij het niet. Zo. En nu ook niet. Alleen aan de buitenkant, zoals je ziet. Uh, nou, nog een keer. Dan gaan we naar Settings. En naar de Disable Collision Apply. En doet hij het nou wel dan? Nee. Nee. Oké, okay, dat is jammer. Nou weet je wat, dat maakt op zich niet zo uit. Uh, want hij staat al op een verhoging door dat rode randje wat je eromheen ziet. Dus het is geen groot probleem. Alleen, uh, ja, dit is wel jammer dat ik dit heb ingesteld. Dat, dat hij nu niet doet. Dus dat. En die kan nu ook niet even. Oh, nu wel. Oké, okay, gelukkig. Ik dacht, ik krijg het niet meer weg. Nou, dus dan gaan we dit een beetje aanpassen. Of hier wel aankleden. Ik wil hier ook een beetje aan werken dat dit gedeeltelijk klaar is. Ook de achterkant van die huisjes. Uh, jullie gaan het vanzelf zien. We gaan weer even de comments doornemen. Van aflevering 125. Oké, okay, nou en zoals je ziet, staat in één keer de zweefmolen al helemaal met natuuromgeving. Uh, bijna afgerond. Dat komt omdat ik ben vergeten om op te nemen. Heel stom. Maar daarom vertel ik het gewoon even nu. We gaan even de comments pakken van aflevering 125. En kijken wat jullie allemaal hebben gezegd. Vlog Projean zegt, noem je park Vinsolvania. Dat klinkt best wel heel tof, maar we hebben nu al een naam dus helaas. Um, Daisy Sims zegt Vincent maak een klein gebiedje waar allerlei kinderdingen staan, zoals een darkheid buiten of een kinderopvang, achtbaan met een draaimolen of zweefmolen. Lijkt me wel leuk en grappig. Oké, okay, nou dat klinkt heel erg grappig. Misschien kan ik dat een beetje combineren met het uh, Tussen Haakjes Sprookjesbos. Jay Bos zegt, onder het station van de trein heb je twee stukjes pad gesloopt. Even een tip. Nou, bedankt voor uh, deze melding. Misschien heb ik dat inmiddels al gefixt en dan ga ik er even snel weer naar kijken. Uh, Bouw een winkel, zegt Koen Spijkers. In je park moet je dat bouwen. Oké, okay, klinkt leuk. Sebastiaan van Sabben zegt, dat treintje is echt een leuk idee. Nou, goed om te horen, fijn. Want ik zat echt te twijfelen, moet het een monorail worden of een treintje? En uiteindelijk werd het dan een, een treintje. Roman van Zijl zegt, hoi Vincent, zou je ook een keer een park meer gericht op trailrides willen maken? En jongeren als je doelgroep, dus een soort van Walibi wordt het dan. Ik ben zelf geen voorstander ervan. Omdat ik ook Walibi niet echt een fantastisch park vind. Uh, door de doelgroep. Ik vind familiegericht altijd veel leuker, dat is ook bij spelletjes. Dat ik, ik hou al van bepaalde actiespellen. Maar ik vind uh, echt gericht op actie en geweld, vind ik altijd minder dan gewoon het avontuurspel en het platform. En dat geldt nu ook voor het avontuur in mijn park. Gewoon eigenlijk familiegericht of familiegames. Dat, dat daar hou ik van. Dus ook familiegerichte attracties, vind ik gewoon veel leuker. Mike Wolters zegt: Misschien kan je een keer een loungecoaster maken. Dat klinkt ook heel erg tof. Een leuk idee, dankjewel. Um, Jurgen zegt: Geen rondje, zegt hij. Is de cliché, zegt hij. En wat maakt hij? Een rondje. Ik had hem meer uitgesproken niet vorm gemaakt. Ja, bedoel je met een rondje, uh, zeg maar, wat ik om me meer heb gebouwd? Want dat is in principe wel een soort van rondje, maar um, niet echt een heel mooi rondje. Dus ja, ik weet niet of je dat bedoelt, maar goed. Apenstaart zegt Vincent: een, twee leuke tips en ideeën. Maak zeg maar een ravijn waar je met een houten brug overheen gaat, wat je ook in een Wild West-film ziet. En voor een monorail, maak een monorail Dark Ride, maar dan buiten met inspiratie Jurassic World. Dat je dan vanaf een park naar een eiland moet, net zoals in de film. Dat is ook wel grappig, dat je in het midden van het water gewoon een eilandje maakt en dat je dan via een attractie daar naartoe kan gaan. En dat, dat je daar bijvoorbeeld speciale items kan kopen. Nee, dat, dat is natuurlijk allemaal. Dat vind ik een beetje onrealistisch, denk ik. Een beetje gek. Heel gek. Dat ga ik niet doen. Durpeling zegt: Maak later ook een spookhuis. Zeker weten. Koenspijker zegt: Hoi Vincent. Ik ben verslaafd aan jouw Planet Coaster serie. Ik kijk al vanaf aflevering 1. Ik zou het geweldig vinden als je een livestream zou doen. Nou, dat komt er zeker weten een keer aan. Ik weet dat ik dat altijd zeg. Maar dat komt zeker weten goed. Vincent zegt: Wouter vervoerd. Uh, misschien voor een ander park kan je anders een keer een parking maken, zodat het nog echt lijkt op een pretpark en een hotel waar je dan in kunt slapen. Dat is even een top comment. Dit is echt een top comment, want uh, ja, dit is iets waar ik niet over na heb gedacht. Natuurlijk gewoon een parkeergarage en een wegdek maken. Een wegdek zodat mensen ook gewoon met hun auto kunnen parkeren. Dat is echt fantastisch. Wat een goed idee. Bedankt Koen Dat vind ik echt tof om te lezen. Ik hou van comments, echt waar. Um, Doe de Barrel Land, zegt Xander Willems. Want je houdt van barrels. En uh, dat zijn natuurlijk tonnetjes. Ja, dat kan misschien ook wel. Maar ja, uh, dat, dat, dat doen we niet. Renza Games zegt: Ik weet niet of het bestaat. Maar misschien kan je bij het meer in waterattractie bouwen. Dus bijvoorbeeld dat je met eigen bootjes rond een deel van het meer kan varen. Uh, ken het spel niet goed. Maar ik vind het wel super dat je hem speelt. Volgens mij bestaat die attractie niet. Dus dan zou je het eigenlijk een soort kosten moeten maken. Dat je een soort attractie moet maken. Net als die Rapid River die ik toen heb gemaakt in mijn vorige park. Toen de Rapids nog niet uh, beschikbaar waren in het spel. En dan zou je in principe gewoon uh, zo'n attractie zelf kunnen maken. Dus dat idee kunnen we al doen. Alleen uh, dat, uh, dat zien we dan nog wel. Bedankt voor uh, de tips uh, sowieso. Keder zegt: maak een klein riviertje die door het middelste poort van het huis heen gaat. En dan ook uh, door naar die twee kleine open stukjes in de hoofdstraat. En dan bij die stukjes pad, die doe je over het water heen gaan, een bruggetje. Dat lijkt me super vet. Oké, okay, bedankt. Uh, een beetje een verwarrende comment, want ik kan niet echt voor me zien wat je precies bedoelt. Maar uh, bedankt voor de tip sowieso. Misschien is een achtbaan, zegt Sansom en Gert. Uh, misschien is een achtbaan zoals Millennium Force, Go Light of Expedition GeForce een leuk idee voor het park. Voor de skyline van het park. Dat is natuurlijk heel tof dat je een opvallende grote achtbaan plaatst in je in je attractiepark. Dat is natuurlijk fantastisch. Rens Verleer zegt lekker Vincent bijna 50 k. Ja, dat duurt nog wel eventjes, maar ik doe mijn best zeker weten. Uh, in Castro G zegt weet je wat heel mooi en creatief is er zou zijn als je een mascotte, mascotte gaat maken van cilinders en boven op het station van een trein plaatsen. Dat is echt een uitdaging. Ik hou daarvan. Van cilinders iets maken, een poppetje. Dat is echt een briljant idee. Laten we dat in de volgende aflevering gaan doen. Dat beloof ik je. We gaan er gewoon een soort van pop maken. Of in ieder geval een soort mascotte-idee. Dat lijkt me echt tof. Dat we die gewoon een paar keer in het attractiepark. Uh, terug laten komen, maar dan uh, anders aangekleed. Dus als hij in het Wild West staat, dat hij dan een hoed op hebt. en uh, dat hij bijvoorbeeld een cowboy laagje draagt, ik noem maar even wat. Dat lijkt me echt super tof. Dus uh, bedankt voor uh, deze leuke tip, of in ieder geval idee. Michelle Gene zegt: Vincent, doe bij de afdaling van de treinrotsen, dat past beter. Oh, dat is ook leuk, dat van die rotsen plaatsen inderdaad. Dankjewel, super tof om te horen. Mark I. Zegt tof als je mijn naam Forest Lake gaat gebruiken voor je park. In het begin was ik totaal niet enthousiast over het nieuws dat je een nieuw park ging beginnen. Maar nu begin ik het park steeds mooier en veel leuker te vinden. Echt heel fijn om dit te horen. Koenheid zegt: Vincent, maak een soort vliegende Hollander in je park. Is een leuk idee. Uh, Wout, Wout zegt: Wout, IP, maak alsjeblieft een Mac Lounge coaster in je park. Zoiets als Taron met veel teaming. Klinkt ook heel gaaf. Leuke ideeën, daar hou ik van. Florian zegt. Nog steeds mijn favoriete YouTuber. Je ideetjes zijn leuk, vooral bij Planet Coaster en bij Parkitect. Heel fijn dat iemand ook gewoon het spel Parkitect opnoemt. Uh, Milou zegt Vincent, misschien is Believe be, belie, be, Bellevue, Oh Bellevue. ik dacht Believe V, maar het is Bellevue een leuke naam. Dat klinkt echt als een hele leuke naam. Arjenneke zegt bij het treinstationnetje kan je ook zo'n leuk stationklokje hangen. Dat is een, echt een fantastisch idee, Dankjewel. Just Leonard zegt: Vincent, maak een rapid river in een, uh, in een zijrivier. Wat uiteindelijk bij een klein meertje uitkomt. Ook een leuk idee. Jeetje jongens, jullie blijven gewoon complete leuke, toffe ideeën geven voor mijn park. Ik vind dat echt super tof. Uh, baksteen droog. Zegt Vincent, je moet echt custom supports gaan doen uh, voor je achtbaan. Dat maakt, uh, ik doe dat ook en dat maakt alles veel mooier. Ik denk dat ik dat ook ga doen, want je kan inderdaad een functie in je achtbaan instellen, dat je die uh, supports weghaalt en dan zelf inderdaad custom supports kan toevoegen. En nu we ook met die collision disabled kunnen werken, kunnen we ook gewoon uh, door de achtbaanrails heen bouwen. Dus dat is uh, uh, heel tof. Dus dan kunnen we dat sowieso ook gaan doen. Joris Park Review zegt, maak een goudmijn thema, net als de baron 1898. Ja, misschien, misschien wel. Dan kan ik in ieder geval wel tonnetjes toevoegen. En dat is ook wel belangrijk. Ian Sterk zegt: Vincent, je bent de beste bouwer. Alle tijden in Planet Coast. Ik weet veel betere bouwers, maar ik waardeer echt deze comment. Ik vind het zo lief om te horen. Dankjewel, Ian, voor je comment. Jorg Antonis zegt: Het liefst zie ik een grote windkoester met de windmolen als ingang. Dat is natuurlijk ook heel gaaf dat je echt aan het vliegen bent. Drie tips van Raoul: maak wat balkonnetjes bij de Main Street, daar ben ik mee bezig. Zet een groot boor op het treinstation met treinstation. En maak wat torens op de hoeken van het kasteel. Nou echt super tof voor al die fantastische reacties. Echt super gaaf. We hebben nog één comment van Arjen Janneke. Arjenneke bedoel ik. Mooi park, je kan het Nature Valley noemen. Trouwens je kan ook een klein eilandje in het meer met een mini achtbaan maken. Dan kan je een leuk thema eraan geven, bijvoorbeeld met een mijntreintje. Dat klinkt echt super tof. De vraag voor vandaag is, wat zou je graag willen zien in het Sprookjesbos? Dus laat je idee achter in de comments en dan gaan we volgende keer het in de video behandelen. Sowieso. Komt goed. Nou, zoals ik al eerder zei, uh, waren de opnames een beetje mislukt. Ik vergat gewoon even om op te nemen. Ik dacht van ja, ik neem op. En toen had ik zoiets van: ik heb de hele zweefmolen gemaakt. Ik heb de omgeving gebouwd. En toen had ik dus blijkbaar niet op de F5 knop gedrukt. Nou, maak het even uit. In ieder geval, ik kan het nu vertellen, uh, ik heb hier van die rotsen geplaatst als een soort ondersteuning van de wachtrij. En hij komt gewoon slalom het, uh, terug naar het hoofdpad. En hier ga ik een soort van ik denk een huisje maken. Dat lijkt me heel tof dat je daaronder doorgaat. En uh, dit is dus de zweefmolen. Nou, zoals je ziet in een groot bosomgeving. Uh, hier uh, zie je natuurlijk ook nog uh, steeds de track lopen van uh, de stoomlocomotief. Heb ik natuurlijk ook wat zand ondergeplaatst. Hier gaat hij ook langzaam omhoog. En dan komt hij weer aan bij het station. Nou, hier heb ik natuurlijk ook een heel gezellig... Oh, ik moet even kijken door alle bomen heen. Hier heb je gewoon een gezellig pleintje. Uh, eigenlijk best simpel, gewoon met een winkeltje. Waarom is die... Is die dicht zomaar? Oké, okay. ja, nu is die weer open. Nou, hier dus uh, gezelligheid. Hier gaan we onderdoor. En dan kom je gewoon bij... De de hoofdingang. Ik heb natuurlijk twee boompjes geplaatst bij het begin. Misschien was dat nog niet opgevallen, maar gewoon een klein beetje extra natuur, natuurlijk. Uh, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb dit gebouw een beetje aangepast. Ik heb een aantal daken heb ik een beetje naar voren gebracht, zodat het niet heel vlak uh, op, op de zijkant ligt. En dat heb ik ook gedaan bij het hoofdgebouw, waar ik nog een aantal balkjes heb toegevoegd, bloemetjes en nog een streep. Maar die streep is eigenlijk een plafond van, en daarom glitcht het een beetje hier. Dat vind ik wel jammer. Misschien moet ik dat een soort van fixen, maar ik vind het heel raar dat hij aan de ene kant wel glitcht en aan de andere kant niet. Dus. Ja, ik weet ook niet hoe dat precies komt. Ik ga dat nog even uitzoeken. Maar hier hebben we dus een plafond erin. Uh, misschien ga ik het plafond wel in hout maken. Dat zal beter staan dan dit plafond, zie ik nu ook. Maar ik dacht, ik ga eens wat anders proberen. Want jullie weten het, het is een soort uitdaging voor mij om gewoon wat anders te bouwen dan normaal. Uh, nou ja, hier gaat het treintje doorheen. Een beetje teaming met een cowboy die daar staat. Een beetje western. Waarschijnlijk omdat de trein ook natuurlijk een beetje western uh, geteamd is. Nou, uh, voor de rest uh, heb ik het gebouw nog een klein beetje aangepast. En voornamelijk uh, dit pad natuurlijk een beetje mooi gemaakt met bomen. In de volgende aflevering gaan we sowieso het pad een beetje aanpassen of verlengen. En wil ik al gaan beginnen met het begin van het sprookjesbos. Tussen Haakjes, Sprookjesbos. Het nieuwe themagebied met allemaal leuke huisjes erop en eraan. Het wordt Wordt vast heel gezellig. Laat een duimpje achter als je dit een leuke video vond. De volgende keer zijn we zeker weten, weer terug met de nieuwe aflevering van Planet Coaster. Ik hoop je dan weer terug te zien. Doei doeg. doeg!